De gezondheidszorg is 48 dialyseverpleegkundigen en 16 technici opgeleid in de nieuwste technieken en innovatie binnen de nierdialyse rijker. Deze mijlpaal vloeide voort uit de samenwerking tussen het EFS College COFAP, NIPRO, Kersten en het ministerie van Volksgezondheid met als doel te investeren in dialyseverpleegkundigen en technici. NIPRO heeft ook bijgedragen aan het inrichten van een dialysepraktijklokaal, waarmee een waardevolle leeromgeving is gecreëerd voor de toekomstige generatie dialyseverpleegkundigen. Anshel Wallerlei Kumbangsila, directeur van COFAP, zegt dat met deze schenking de dialyseopleiding verbeterd wordt. En binnen deze samenwerking is er ook gedacht aan duurzaam onderhoud. In deze staat dus Kersten als partner dan ook klaar om het onderhoud van deze machines te verrichten. Want er is best wel technische kennis vereist om deze specifieke machines te onderhouden. Twee van onze medewerkers hebben ook kunnen participeren aan de basis service en onderhoudstraining verzorgd door Kersten, waarvan ook de participanten hier vanavond de certificaatuitreiking zullen hebben. Minister Amara Madin van Volksgezondheid noemt deze toevoeging een opluchting voor de zorg. Ondanks de obstakels in het voortraject kan er nu al gesproken worden van een succesvolle samenwerking. Het is nu zaak om te kijken naar het preventief optreden, zodat de cijfers voor nierdialyse omlaag kunnen, zegt de bewindsman. Dat dit een goed voorbeeld is van samenwerking met de juiste wil en een goed hart. En ik kan u zeggen, de waarde is genoemd in cijfers, in bedragen. Dat is natuurlijk geweldig. Wij hebben echt nul moeten investeren als land. Dat komt alles van NIPRO en Kersten. Ook het apparaat, de stoelen die zijn geleverd, geweldig, want ja, zonder tools kan je niet werken. Nu heb je de tools en de link, de netwerken met NIPRO en Kersten. Dus ik ben enorm blij, laat het een voorbeeld zijn voor meerdere dienstverleners en voor meerdere leveranciers in de zorg, dat ook wij als Suriname uitkijken naar dergelijke mogelijkheden. En ik ben ervan overtuigd dat we met NIPRO nog heel veel mooie dingen gaan doen. Ik ga u verder deze avond, ik zal de toespraak beëindigen, maar ik wil u nogmaals van harte feliciteren, alle cursisten, alle geslaagden vandaag. Ik kijk uit naar uw uitreiking zo meteen. Dit is een aanwinst voor u, het is een aanwinst voor Suriname, het is een aanwinst voor de dialysepatiënten. Maar laten we gaan kijken, er is potentie om de preventiezijde ook in de nierzorg te gaan belichten. Dus misschien moeten we gaan kijken hoe we daar die investeringen in de komende periode op gaan richten. Want we willen natuurlijk die aanwas ook gaan verminderen aan nierpatiënten. En uiteraard, we zitten al aan de hoge zijde. En vooral als je kijkt naar de zorgkosten. Dus diverse initiatieven moeten we gaan ondersteunen op het gebied van preventie.